In de weken dat we stilstaan bij de bevrijding van Nederland 60 jaar geleden, kijkt u naar een speciale netwerk. Goedenavond, u bent op de Leidse Gracht in Amsterdam. 60 jaar geleden werd hier de belangrijkste man van het Nederlandse verzet verraden en door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Het gebeurde daar, op nummer 15. Twee weken later werd Walraven van Hal gefusilleerd. Walraven van Hal, bij het grote publiek eigenlijk volslagen onbekend. Maar hij was, daar zijn de naoorlogse historici het wel over eens, de spil van de illegaliteit. Vanavond en zondag schetsen we u het leven van deze Walraven van Hal. Door sommigen ook wel de minister-president van het verzet genoemd. Kijkt u naar een televisiebiografie, verteld door Kees Overgaal. Dit is een tocht die ze gemaakt hebben. Dit is Duitsland. En, hakenkruisen zien we. Ja, we zien hakenkruisen. En ik moet zeggen dat je dat natuurlijk toch een merkwaardige zaak vindt als je dat ziet. En ik kan niet beoordelen precies van wanneer deze film is. Maar het is kennelijk al een tijd waar die partij van Hitler eigenlijk al flinke invloed had. Dit is vader die de spulletjes weer inpakt. Hier wordt de bagage ingepakt. Kennelijk was er niet met vier mensen in de auto genoeg ruimte om het ergens anders te doen. Er moest veel bagage mee. Kijk, hier zie je heel duidelijk die hakenkruisen. Een raar gezicht. En dat bizar, hè? Bizar. Echt heel vreemd. Dat is vader. We zien een gelukkige man met geen idee wat er nog te wachten stond. Kan je wel zeggen, ja. Ik heb de Van Hals. Dat is heel gek. Ik kwam Wally van Hal voor het eerst tegen in memoires. Bijvoorbeeld van oude communisten en bijvoorbeeld ook van H.M. van Randwijk. En die beschrijven een wat mysterieuze figuur waar ze één of twee keer op bezoek gaan. Heel aardige man. En die is precies van hun bestaan op de hoogte. Weet ook alles van iedereen. Ze hebben een probleem, ze leggen dat aan hem voor. En hij zegt precies de goede dingen. En binnen een kwartier staan ze weer op straat. Ergens op zo'n kantoor aan de Amsterdamse Gracht. En ze hebben dan het gevoel, dit is eigenlijk de mysterieuze leider van het hele Nederlandse verzet. Het is een perfecte, een zeer begaafde organisator. Iemand die dus A, de lijnen ziet, voor alle problemen oplossingjes vindt en oplossingen vindt. En er ook in staat is om, laten we zeggen, alle problemen en probleempjes die zich voordoen, ook in de menselijke sfeer, weet te overbruggen. En ik wist al uit die memoires dat zo'n man bestaan had. En ja, opeens kom je er dan achter, ja, dat was dus deze Wally van Hal. Dus ik ben persoonlijk ook eigenlijk via dezelfde omweg, via allerlei memoires, tot hen zelf een beetje doorgedrongen. Maar ja, er is natuurlijk nooit veel over hen geschreven. Heel vreemd. Het is altijd een gekke leemte in de Nederlandse geschiedschrijving. Dat Wally nooit de eer heeft gekregen die hem volop toekomt. Dit is een verhaal dat al lang en breed verteld had moeten zijn. Over een man die een beetje vergeten is in de geschiedschrijving. Ten onrechte. Zijn rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog verdient een onuitwisbare plek in onze herinnering. Hij is de spin in het web van de illegaliteit. De minister-president van het verzet is hij wel genoemd.
Zijn naam? Walraven van Hal, alias Van Tuyl, alias Barends, alias Oom Piet, alias de Olieman. Hij had ook die bijnaam, de Olieman, die dus als het ware de smeer in de machinerie gooide, waardoor de radertjes goed in elkaar grepen. Dat is, ja, dat is inderdaad een bekwaamheid die er niet om ligt. Het is voor de oorlog. Vlak voor de oorlog. Ja. Ja, dit is denk ik ook nog Zutphen. Kijk, daar zie je vader aan tollen met ons. Dat is overigens ook karakteristiek voor al die oude films, waarbij iedereen die je ziet, ook of ze nou op het strand zijn of in bomen klimmen, altijd keurig hun pak aan hebben. De Van Hals is een echte, die hoort echt bij het Amsterdamse patriciaat, de oude Amsterdamse familie. En dus een voorvader van hen was al minister van Financiën. Opa. Met de baard. Hij is bankier en zakenman. Ja. Een flamboyante man. Sorry? Opa. Was wat? Een flamboyante man. Ja, is een flamboyante man. Daar is nog wel wat over te zeggen. Walraven van Hal komt in wat ik daarvan gezien heb naar voren als een persoon die zich betrekkelijk gemakkelijk in allerlei kringen bewoog. Met veel prestige, met veel persoonlijk gezag. Hij was geneigd om, laten we zeggen, zijn maatschappelijk vooraanstaande positie te combineren met het gevoel dat je dan ook verantwoordelijkheden had in de samenleving. En dat je er niet alleen voor jezelf en voor je eigen inkomen of voor dat van jouw firma was, maar dat een maatschappelijke plicht was om ook je met het algemeen belang bezig te houden. Een familie van bankiers, rijke familie, maar ook een krachtige idealistische trek heeft er altijd bij die Van Hals ingezeten. En dus als je die familiegeschiedenis kent, was het niet zo verbazingwekkend dat die Van Hals zich van keurige bankiers, ja, dan gaan ze via de zeemanspot, hè, dat is dan een soort fondsje voor zeelieden, voor de vrouwen van zeelieden die in Nederland zijn gebleven. Dus ze moesten wat doen via zo'n zeemanspot, glijden ze langzaam in de financiering van driekwart van de illegaliteit. Kijk, dat is, ja, hier ben ik nog heel jong, Attie. En dit is mijn moeder met Miriam, die is toen geboren in Zaandam. Ziet haar hier. En welk jaar is dit? Ja, dit is 1940. Vader had een koffergrammofoon en daar draaiden ze wel in de oorlog plaatjes op. En vader en moeder heb ik ook wel eens zien dansen. Na de oorlog stond hij er toch een beetje ver weg. Want moeder vond het ontzettend moeilijk om die muziek weer te horen. Dat roept natuurlijk ook emoties op. Nederland is bezet en al vrij snel wordt er ingebroken in het vredige en beschermde bestaan van de jonge bankier Walraven van Hal. Roepnaam Wally. Hij voldoet aan een verzoek geld in te zamelen voor de zogenaamde zeemanspot. Een fonds dat uitkeringen betaalt aan gezinnen van zeelieden die tijdens de oorlog in dienst van de geallieerden varen. De eerste stappen in het verzet zijn een feit. Dat groeide uit en groeide uit tot een enorme operatie waar zeer grote bedragen mee gemoeid waren. En alleen dat al is natuurlijk een heel centrale
rol. Wally van Hal heeft een ongewoon groot talent als netwerker en fondsenwerver. Daarbij heeft hij de steun van zijn broer Gijs van Hal, de latere burgemeester van Amsterdam. En ook de reputatie van hun vader als bankier en voorzitter van het bestuur van de effectenbeurs trekt geldschieters over de streep. Waarom is Walraven van Hal een held van u? Hij was, dat hoort bij helden, heel erg moedig. Hij was ook zoals een echte held betaamd. Per ongeluk tot zijn heldendaad gekomen. Want de meeste mensen besluiten helemaal niet, nu word ik een held. Hij rolde er ook eigenlijk per ongeluk in. En hij was ongelooflijk slim. En hij heeft heel veel betekend voor het Nederlandse verzet. En voor de Nederlandse onderduik. Want je kunt zeggen, de illegaliteit heeft alle problemen van de wereld gehad. Maar één probleem hadden ze nauwelijks, namelijk geldgebrek. En dat is allemaal aan Wally en Gijs van Hal te danken. Wally van Hal. In korte tijd werkt hij zich op tot de bankier van het verzet. Vanuit wisselende locaties in de Amsterdamse binnenstad bouwt hij aan het Nationaal Steunfonds, kortweg NSF. Uiteindelijk een van de grootste financiële instellingen in het bezette Nederland. Sponsor van klokploegen tot en met de hulp aan Joodse onderduikers. Dit is de Zekerheid der Staten. Der Jude wird immer so handeln, wie es seinem Wesen und seinem Rasseinstinkt entspricht. Er kann gar nicht anders. Ik herinner me veel gezichten, van jonge mensen en oude mensen, witte gezichten met grote bezorgde ogen. Ik herinner me tranen in die ogen en monden die beefden. Ik herinner me schaduwen van mensen die zich verborgen op straathoeken, in portieken en onder vloeren. De gezichten die ik me herinner horen bij die schaduwen. Ik herinner me het gefluit van de locomotieven, die lange slierte goederenwagons door het Hollandse landschap sleepten. Volgepakt met mensen op weg naar het oosten, op weg naar het einde. Ik kende zo weinig namen die bij die gezichten hoorden. Hanneke Ippisch woont al tientallen jaren in de Amerikaanse staat Montana. Ze verstaat nog wel een beetje Nederlands, maar denkt, schrijft en spreekt inmiddels Engels. Hier schrijft ze haar bestseller Sky, een ontroerend boek over een koerierster tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over een jonge vrouw die kiest voor het verzet. Over Hanneke Ippisch dus, alias Ellie, alias Miep. In dat boek beschrijft ze een ontmoeting die haar leven zal veranderen. Terwijl ik mijn familie in Zaandam bezocht, stond er opeens een man voor me, meneer Buis. Als je werk wilt, zei hij, volg me dan morgen om 8:30 naar Amsterdam. Daar krijg je een nieuwe baan. En je heet voortaan Miep. Jaap Buis, hier op een foto van voor de oorlog, is werkgever in de houthandel en een van de belangrijkste figuren in de organisatie van het Nationaal Steunfonds. Een verzetsman die niet over één nacht ijs gaat bij het recruteren van nieuwe medewerkers. Later on I found out that one of his sons had shadowed me for a couple of weeks to see what kind of a cook I was. And then Mr. Buis appeared on the scene. Yeah, he was a great guy. He was a good friend of Van Hal. Uiteindelijk arriveerden we bij een van die prachtige grachtenpanden in Amsterdam. Ik volgde meneer Buis een trap af naar een klein vertrek. Daar werd ik voorgesteld aan meneer Van Tuyl. Dat was de schuilnaam van Wally van Hal. Hij was heel slank en had een fascinerend sterk gezicht met doordringende ogen. Hallo, zei hij. Van nu af aan ben jij mijn koerierster. Piercing eyes. Ja. Well, I don't mean piercing, but very strong, strong eyes. Piercing maybe wasn't the right word. Because it wasn't that very strong eyes. It was mostly what he had. And very dark. Unbelievable eyes. It even shows just a little on this photo. Die ene foto,
die eigenlijk altijd te zien is, die heeft hij inderdaad toch een beetje bewust laten maken voor het geval dat, dat er toch een foto zou zijn van hem waar je een beetje duidelijk op stond. En, ja. Wat ziet u? Ja, wat iedereen natuurlijk altijd opvalt, de ogen. Mm. En dat zie je dus ook in alle beschrijvingen. Want toen wij, vader overleden was, toen heeft mijn oma aan alle medewerkers gevraagd om hun ervaringen met vader op te schrijven. En daar heeft ze een boekje van gemaakt. Met zijn korte, zekere uiteenzetting en met de dwingende kracht van zijn sterke ogen was hij voor mij onweerstaanbaar. Met zijn felle ogen en zijn nauwelijks beheerste drang om samen te smeden. Het meest blijven mij bij zijn ogen. Vaak vermoeid, maar met die vertrouwde, prachtige glans van een goedwillend en doorzettend mens. Ja, hij dacht vooruit al. Je kon zien dat hij, als hij naar je keek, dan zat hij. Wist hij al zo'n beetje wat je zou kunnen gaan antwoorden. En had zijn antwoord, dus ook zijn antwoord, dan weer klaar. Nou, dat vond ik heel knap. Dat kon hij? Dat kan hij, ja. Door je heen kijken eigenlijk? Ja, ja, dat is het goede woord, ja. Ja. Vanuit het financiële hart van Amsterdam bouwt Wally van Hal het Nationaal Steunfonds uit tot een formidabele instelling. Dankzij kredieten van vermogende particulieren en de afgedwongen medewerking van de grotere banken in Nederland. Dat laatste gebeurt pas na de zeer geheime interventie van de regering in ballingschap in Londen. Met de zegen van minister-president Gerbrandy. En ja, je moet je voorstellen, zo vanaf 43, 44 zaten vele tienduizenden mannen ondergedoken. Die allemaal eten moesten hebben. Die moesten niet alleen bonkaarten hebben, daar waren al die knokploegen voor. Maar die moesten ook eten hebben, allerlei andere voorzieningen. Het kostte scheppen geld. Dat is door die acties van Van Hal, was dat er altijd. Als ontvangstbewijs voor hun kredieten krijgen geldschieters waardeloze obligaties of verlopen aandelen. Zoals deze van de Russische spoorwegen. Die papieren moeten garanderen dat de kredietverleners na de oorlog hun geld terugkrijgen. Halverwege 1944 is het Nationaal Steunfonds van Wally van Hal een perfect lopende kredietmaatschappij ten bate van het verzet. Plus natuurlijk gewoon de coördinerende rol van Wally van Hal. Die overal waar dingen vastliepen, dan was hij er. Het was een geboren troubleshooter. En neem van mij aan dat er was binnen dat verzet verschrikkelijk veel trubbel. Politieke tegenstellingen, maar ook verliefdheden die helemaal niet konden. En ga zo maar door. Er gebeurde binnen en tussen die groepjes van alles en nog wat. En hij, ja, hij was er meester in om de zaak weer op gang te brengen. Ten slotte telt het Nationaal Steunfonds maar liefst 1900 vaste medewerkers. Talloze koeriersters houden de verbindingen in stand tussen de 23 districten in het hele land. Het districtshoofd Zuid-Kennemerland heeft al in een vroegtijdig stadium zorgen over de vele verantwoordelijkheden van Wally van Hal. Het is dan 22-jarige Willem de Klerk. Nationaal Steunfonds was gevaarlijk, hoewel er relatief weinig mensen omgekomen zijn. Er kwam ook wel dat wij ons werd verboden om nevenfuncties erbij te hebben. Dat dus geen, ik mocht me niet bemoeien met wapens en dat soort dingen. Ja, de enige die zich niet van die regel aantrok was Wally zelf en dat is helaas zijn einde geworden. Wally van Hal. Bankier van het verzet. En de man die als geen ander dat vaak verdeelde verzet op één lijn weet te brengen. Een cruciale rol, die een zware wissel trekt op zijn conditie. It showed on his face. It was incredibly hard. There was so much to worry about and think about and organize. But he looked pretty exhausted. Dangerous. I know.
Ja. There was nobody who could take work out of his hands. Maybe, but it didn't happen. Well, they tried to help him constantly with whatever needed to be done. But there still was to be the head person who had to oversee it and do it and make sure that everybody did the right thing. And there was no question who was dead? Oh, no. That was Wally van Hal. Absolutely. How much do I love you? I tell you the lie. How deep is the ocean? En ik weet ook dat vader en moeder het eind van de oorlog, toen het gevaarlijker en gevaarlijker werd, daarover gesproken hebben. En de vraag hebben gesteld, moeten we doorgaan of niet? En vader zei toen, ja, dat kan niet, ik kan er niet uit. Hij was toen toch de spil van alles. En moeder heeft dat ook geaccepteerd. Mede in verband met operaties die heden in Nederland zijn aangevangen, acht de regering thans het ogenblik aangebroken de instructie te geven tot een algemene staking van het spoorwegpersoneel. Ten einde het verjaardag. Vanaf 17 september 1944 staat Wally van Hal voor een onoplosbaar probleem. Het Nationaal Steunfonds krijgt opdracht van de regering in ballingschap ook nog eens het stakende spoorwegpersoneel uit te betalen. Met 30.000 werknemers, het grootste bedrijf in Nederland. Het enige waar helaas veel over vergaderd moest worden, dat was toen met de spoorwegstaking. Toen wij plotseling al die spoorwegmensen te financieren kregen. Dat waren moeilijke gesprekken. Wij hadden de gewoonte als NSF om mensen steun te geven tot een laag bedrag. Zo, nou, het was net voldoende voor een gezin of mensen alleen om daar net van rond te komen. Maar zo niet bij de spoorwegen, want die moesten hun volle loon krijgen. En dat eisten ze, hè? Dat eisten ze. Ze moesten zelfs een kerstgratificatie krijgen. Dat werd in september al gezegd. Het camerawerk in deze reportage was van Ton van der Plas, het geluid van Ton Spruit. Hoe het afloopt met de spoorwegstaking en met Walraven van Hal, dat kunt u zondag zien in deel 2 van De Olieman. Waar haalt een verzetsbankier geld voor 30.000 stakende spoorwegwerknemers vandaan? Hij steelt het van de door de nazi's bestuurde Nederlandse bank door voor een astronomisch bedrag aan waardepapier te vervalsen. En dat betekent dat het een fantastisch groot bedrag was. Dan hebben we het echt over de grootste bankroof uit de Nederlandse geschiedenis. Ja, ja. Hele grote. De grootste? Dat denk ik van wel. Dat denk ik van wel. Dat dus zondag in Netwerk. Voor meer informatie kunt u tot die tijd terecht op onze website www.netwerk.tv. Dit was Netwerk voor vanavond. Tot zondag dus. Goedenavond. De weken dat we stilstaan bij de bevrijding van Nederland, 60 jaar geleden, kijkt u naar een special van Netwerk.
Dames en heren, goedenavond. Hoe loopt het af met Walraven van Hal, de minst bekende, maar meest belangrijke figuur uit het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog? Afgelopen vrijdag kon u al zien hoe hij, tegen wil en dank, uitgroeide tot de bankier van het verzet en mede verantwoordelijk was voor de grote spoorwegstaking. Vanavond gaat het verhaal verder. Van Hal raakt in geldproblemen en wordt uiteindelijk de man achter een van de grootste bankroven uit de Nederlandse geschiedenis. Uiteindelijk wordt hij verraden en door de Duitsers opgepakt, daar op nummer 15, Leidsegracht, Amsterdam, om te worden gefusilleerd. Kijkt u vanavond naar deel 2 van De Olieman, verteld door Kees Overgouw. Wonder dat dit apparaat nog goed werkt, hè? Een oud ding. Dat bootje heeft hij zelf helemaal verbouwd. Totdat het een zeilboot was. Het was een bijbootje, een Finse jol. En dat is dit bootje. Hij heeft er een tuig van de kleine WM opgezet. Wat veel te veel was voor dat schip. Het is een heel rank scheepje. Kijk, ze gaan zeilen. Dit is mijn moeder, dit is mijn vader. Je kunt rustig zeggen dat zonder Wally van Hal, natuurlijk was er al een verzet wel van de grond gekomen zijn, maar er zouden een aantal dingen veel en veel moeilijker zijn geweest. En een aantal dingen, nou, neem de voedselvoorziening aan al die onderduikers, die zou in grote problemen zijn gekomen als er geen Wally van Hal was geweest. Dit is voor het huis. Daar staat rechts, vader. Dit keer toe te kijken. Dat was niet zijn sterke punt. Toekijken en niets doen was niet zijn sterke punt. Toekijken en niets doen was niet zijn sterke punt. Hier, al een proefje, kan niet missen. Want de pijp? Met de pijp. Die hoge hoed. Okay. Zo nu en dan heb je echt eenmalig figuren die op hun eentje een individueel hele belangrijke rol speelden. En in Engeland natuurlijk in de oorlog is dat Churchill geweest, die echt in zijn eentje heel veel deel. In Frankrijk had je Jean Moulin, de rechterhand van de Gaulle, die eigenlijk eenzelfde rol vervulde als Wally van Hal, die ook gefusilleerd is. In Nederland denk ik toch heel snel kom je bij Wally van Hal. Een samenvatting van het voorafgaande. In korte tijd werkt hij zich op tot de bankier van het verzet. Vanuit voortdurend wisselende locaties in de Amsterdamse binnenstad bouwt hij aan het Nationaal Steunfonds, kortweg NSF, dat uitgroeit tot een van de grootste financiële instellingen in bezet Nederland. Maar hij is ook de man die door zijn charisma en overtuigingskracht het verdeelde verzet op één lijn weet te brengen. Hij is het smeersel in de raderen van de illegaliteit. Met name in die beslissende en ijskoude winter van 1944. Zijn naam Wally van Hal, alias Oom Piet, alias Van Tuyl, alias de Olieman. En Wally van Hal was natuurlijk op een andere manier ook nog een sleutelfiguur. Hij was een soort bemiddelaar. Hij heette ook wel de Olieman. Dus als er problemen waren en Wally van Hal kwam er, dan wist hij, ja, je hebt van die mensen, dat op zo'n manier te bemiddelen en te soepeler te maken, dat de zaak weer draaide. Vader had een koffergrammofoon. En daar draaiden ze wel in de oorlog plaatjes op. En vader en moeder heb ik ook wel zien dansen. Na de oorlog stond hij er toch een beetje ver weg. Want moeder vond het ontzettend moeilijk om die muziek weer te horen. Dat roept natuurlijk ook emoties op. En ik vond natuurlijk alles wat van vader was en wat met vader te maken had, vond ik juist heel erg prachtig.
En op een gegeven moment mocht ik die grammofoon mee naar mijn kamertje. En daar draaide ik dus naar hartelust die platen. En die koffergrammofoon is er dus nog steeds. Met het heengaan van deze hartstochtelijke strijder voor de Nederlandse vrijheid en onafhankelijkheid is een man aan ons volk ontvallen die ter bevordering van de eendracht een grote betekenis gehad zou hebben wanneer ons land eenmaal bevrijd zou zijn. Vlak na de oorlog is een boekje samengesteld met getuigenissen over Wally van Hal. Als herinnering voor zijn kinderen. De lijst van medewerkers bestaat nog. Die leest als een colofon van alles wat belangrijk was in het verzet. Ik herinner me in mijn studententijd heb ik dat boekje toch vaak ingezien. En daar staat in bijvoorbeeld, luister eens, jouw vader was een bijzonder man en je moet eigenlijk dat tot richtsnoer voor jouw leven nemen. En ja, dat is natuurlijk ook zo, als je al die dingen leest. In zijn standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 7, tweede helft, pagina 811, schrijft Lou de Jong. Hoe kwam dat bedrag bijeen? Dat was na enige tijd de speciale verantwoordelijkheid geworden van Walraven van Hal. En bij hem willen we nu iets langer stilstaan, aangezien hij van eind 3...